We staan hier bij uw kunstwerken. Hoe en wanneer heeft u die gemaakt? Die heb ik in de afgelopen weken gemaakt bij de groep Kriet. Bij het modeltekengebeuren. Kijk, en daar kwamen lezende mensen en die gingen u schilderen, klopt dat? Schilderen, tekenen, ja. Wat doen jullie precies op de maandagavond? Wij tekenen naar model van 7:30 tot 22:00. En het is heel gevarieerd waar iedereen mee bezig is. De een werkt met houtskool, de ander met conté. Sommige mensen met acryl, olieverf, heel divers, pennetje. En we beginnen altijd met een paar korte standen. Meestal zo 5-10 minuten. En dan 1 of 2 van een kwartier. En dan later op de avond wel eens een stand van 30 minuten. Het idee was om dat te combineren met de lezing die ik in maart ga houden over lezende mensen. Overleg met de bibliotheek en of dat kon. Nou, dat was goed. Goed idee. En al pratend zeg ik, nou, maar ik doe ook mee met de tekengroep. Dus misschien kunnen we op die tekenavonden lezende mensen gaan tekenen. Dat is een keer weer wat anders. Nou, we hebben een vaste groep van nu 13 mensen. Helaas is 2 maanden geleden Fons Amsing, een van onze hele fanatieke en fijne leden, ook overleden. Dus die missen we heel erg. Maar er doen nu 12 mensen aan deze tentoonstelling mee. Want de 13e die heeft last van zijn ogen gehad de laatste tijd. Dus die heeft niet mee kunnen tekenen. Maar gelukkig was hij er gisteren weer en gaat het weer goed met hem. Hoeveel weken zijn jullie bezig geweest met deze tentoonstelling? Zo'n beetje vanaf na de kerst. Toen wij wisten, of toen wij hoorden van Koos van ik ga die lezing geven, zou het niet leuk zijn als we met z'n allen modellen gaan tekenen die lezen, was iedereen eigenlijk gelijk heel enthousiast en hebben we het meteen opgepakt. Ik denk dat het voor de gezelligheid is. Het is echt een oefenavond dat mensen toch bezig zijn om hun tekenvaardigheid te blijven ontwikkelen. Want dat is natuurlijk de basis van alles wat je maakt. En ja, daar wordt heel hard aan gewerkt. Er wordt ook bijna niet gesproken. Nieuwe modellen die wel eens komen zeggen altijd, oh wat fijn, wat zijn jullie serieus bezig en wat is het lekker rustig. En ja, dat is altijd een leuke wisselwerking.